Hallo allemaal, ToadLama22 hier met een nieuwe aflevering van Skywars. En ja, we gaan gewoon lekker weer een potje Skywars spelen. Lang niet gedaan op dit kanaal, dus ja, we gaan dat gewoon even lekker spelen. En ja, leuke map, dus misschien kunnen we wel een keer winnen zelfs. Dus ja, laten we maar beginnen. En we hebben hier twee chests, dus dat is altijd een voordeel. Dus we gaan even kijken. Wow, twee enderpearls, dat is best wel nice. En ook al meteen armor, dus dat is ook wel hartstikke goed natuurlijk. Hier hebben we allemaal wat stuff. Ja, we kunnen nu een iron sword maken, maar ik vind het eigenlijk zonde van de tijd. Dus ik ga gewoon... zit hier trouwens nog een helm in? Ik heb een helm bij me. Kunnen we hier iemand toevallig even killen? Nou, die kunnen we misschien bijna killen. Maar ik ga even kijken of ik die... Nee, die kan ik niet killen. Of toch wel. Ik denk dat ik die wel kan killen. En hij zit al met sneeuwballen te gooien. En... wat stom. Oké, nou, ik heb in ieder geval al zijn stuff. Dat is altijd handig. En ik heb, ik heb al goede armen, dus dat heeft niet heel veel nut. Ik kan daar bijna iemand afgooien. Ik heb nog een beetje gooistuf. Nee, ja, ik kan hem er misschien wel afgooien. Dit ene ei. Oh, wat slecht gegooid. Oké, zit hier nog iemand op? Zit daar nog iemand op? Er zijn best wel veel mensen levend. Dat is eigenlijk best wel jammer. Kan ik naar dat eilandje teleporteren? Ik ben benieuwd en... Oh, pro. Hoe pro? Oh, dit is minder pro. Dit is... Yes! Ik heb hem gekild! Yes, yes! Oh, ik dacht dat ik hem niet gekild... dat ik hem niet ging killen. Wow, ik heb echt veel stuff nu, jongens. Ik heb nu in ieder geval een diamond sword. En ik heb heel veel pijlen. Dus ik ga nu even een boog maken, jongens. Dat is nu zeker weten. Ik ga nu even een boog maken. En ja, mag ik die strings als je... ik heb echt veel... Wat had hij veel stuff, joh? Hij zag me wel meteen, maar ik heb hem wel gekild. Dat is best wel nice. Nou, ik moet nu hier in ieder geval wat sticks hebben. En ik heb hier genoeg strings. En... Oh, nee, dan gooi ik mijn pijlen weg. Chips. Mag ik alsjeblieft mijn pijlen terug? Daar liggen mijn pijlen. Pijlen. Ja, mijn pijlen. Oké, nice. En nou heb ik hier dus mijn boog vlak naast mijn zwaard. Vlak naast mijn eten. En ik heb helaas hier maar één diamond. En, ja, ik heb maar één diamond. Oké, jammer. Maar ja, misschien kan ik nog iemand afgooien. Dat weet ik. Ik ga even kijken. En weet je, ik heb een boog. Ik ga gewoon even lekker snipen. En dan zie ik wel of ik er iemand af kan gooien of iemand kan killen. Dat zien we wel. En wow, wat doet die? Oh, die springt op een ander eilandje. Ja, ik dacht dat hij eraf gooide. Oké, kan ik hem killen? Kom op. Nee, oké. Misschien kan ik hem nog met de boog snipen. Dat zou heel mooi zijn. En yes, gesnijpt! En wow, hij gooit nog eieren. Oké, nice. Dat is volgens mij de... Nee, dat is niet de laatste. Maar ik kan hem wel een paar keer... Ja, nu gaat hij onderduiken, hè. Weet je... Ik ga gewoon naar die gek toe bouwen. ik maak me ook niet uit. Ik ga gewoon even een stukje bouwen. En als hij weer boven komt, dan kan ik hem weer snijpen. Dus eigenlijk heb ik hem nu volledig in de tang. Dus ja, de Wolverine. We gaan hem gewoon aanvallen. We hebben Spider-Man al een keer verslagen. En nu gaan we Wolverine verslaan. Dus ik denk dat ik nu bijna wel kan springen. Ik ga nog even één blokje neerzetten. En dan kan ik springen op een goed moment. Dus weet je, YOLO. Ik ga er gewoon voor. Wolverine, here we come. Oké, kom op, kill hem. Waarom raak ik hem niet? Ik hoor hem te raken. En waar is die gast gebleven nou dan? Huh? Volgens mij heb ik hem gekild, ik weet niet zeker, maar... Oh, hij is daar nog, jongen. Hij is daar nog. Zet de achtervolging in. Oh, hij ender teleporteert. Wat een gek. Wat een idioot. Yes, ik heb gekild. Oké, de TNT is veilig. Oké, er is nog één over, jongens. Kom op, snijpen. Oké, ik heb mijn pro-heid weer even laten zien. En weet je, we gaan weer naar ons eigen eilandje. Die is lekker hoog, dus daar gaan we mooi even heen. Zo, dan gaan we even zo bouwen, perfect. En dan gaan we vanuit daar gaan we die Pipo wel even snijpen, want hij verwacht natuurlijk nu niet dat ik hier ben. Dus ik ga hem gewoon even vanaf hier, ga ik hem even snijpen. Ik denk dat het wel gaat lukken. En yes, ik heb hem gesnijpt. Oké, oh, hij bouwt een muurtje. Gevaart. Hebben we hier nog iets van building? Ja, ik heb echt genoeg pijlen, jongens. Dat is echt niet het probleem. Dus ik kan hem... Ja, ik kan hem... Hij is echt stom dat hij nu weggaat. Want nou heb ik eigenlijk niet heel veel meer aan mijn pijlen. Maar ja, ik ga wel even bouwen. Sowieso nog even naar het kistje daar naartoe. Even kijken of hier nog wat stuff is. En... Wat? Hier liggen gewoon drie enderpearls. Dat is best wel vreemd eigenlijk. Dan kan ik gewoon naar hem toe enderpearlen en hem gewoon helemaal kapot rammen. Ik vind het geen slecht idee. Dus dat gaan we gewoon doen. Oké, we gaan eerst hier even heen springen zo. En dan gaan we even naar die boom, denk ik maar. Ja, we gaan even naar de boom toe zo. 1, 2. Kom op. Oh, misgegooid. Slecht.
Oké, misschien kan ik. Ja, ik vind het wel best. Oké, daarheen, kom op. Ja, oké, ik ben op zijn eilandje. Ik ben op zijn eilandje. Go for the win! Ho, ik sla met brood! Ik sla met brood! Ah, yes, ik heb gewonnen! Oké. Dat was best wel een leuk potje. Laten we nog een potje gaan spelen. Het was best wel een, ja, echt gewonnen. Gewonnen, yes. Leuk pot. En ja, slim gespeeld voor mij. En ja, veel pijlen helaas niet gebruikt. Dan maar op een hardere manier. Oké. Nou, in ieder geval, ja. We gaan gewoon nog een potje spelen. Weer dezelfde map. Dus ik ben benieuwd of ik nog een keer kan winnen. Winnen is natuurlijk altijd leuk. En ja, dan heb je toch weer zo'n gevoel van... Ik was de beste van deze allemaal. Oké. Nou, laten we maar even wat stuff pakken. Dat lijkt me wel een handig idee. En zit hieronder nog een kistje toevallig? Nee, hier is het alleen pakken donker. En nou ja, hier hoef ik trouwens niet te zijn. Oh, hier is nog een kistje. Oké, armor zit hierin. En gooistuf en nog meer bouwstuf. Maar nog geen goed wapen. Dus dat is wel een nadeeltje eigenlijk. Maar ik denk dat ik wel even ga bouwen. Want ja, het is gewoon nu is het gewoon weer oorlog. Dus, nee. Oh, wat falend dat hij zo vaak mist. Oké. Ik heb dus wel iemand die heel vaak op mij gooit nu. En, oh jee, oh shit. Oh, ik wist het! Hij had nog stuff. Oké. Jammer. Ja, kan gebeuren. Dat gebeurt iedereen wel eens een keer. We gaan gewoon meteen nog een potje doen. En nu hebben we tenminste een andere map. Misschien helpt het. En nou, nog twee players. Dan was het nog 10 seconden. En dan beginnen we. Als er niemand... Gaat er iemand quitten hoor. Irritant. Game starts in 10, 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan weer proberen zoveel mogelijk mensen te killen. Dus ja, laten we maar beginnen. Hier is één kistje helaas. Maar er zit wel goede stuff in. Dus daar heb ik best wel geluk mee. En ja, verder is er wat armor die ik aan kan doen. En ja, daar ga ik maar gewoon bouwen denk ik. Daar zit al iemand op dat kistjeseiland. Die is snel. Die is vandaag heel snel. Ja, ik zit helaas niet dicht bij dat ding. Ik... kan wel, denk ik, naar iemand toe bouwen. Als ik niet nog een keer afgegooid word trouwens. Maar ik denk dat dat niet gebeurt. Als ik tenminste een beetje voorzichtig doe. Oké, ik ga nog even een stukje verder. En nou moet ik even oppassen. Oké, ik word er nog niet afgegooid. Dat is altijd een voordeel. Voorzichtig. Ik heb geen bouwstof meer. Oké, ik ben veilig. Hebben we hier nog hout? Ja, RWC. Oké, hij heeft nog niks door. Dat is altijd een voordeel. Want dan kan ik een verrassingsaanval doen. Heb ik trouwens wel een wapen? Ja, ik heb een heel goed wapen. Oké, ik ga even zo bouwen. En nou kan ik hem aanvallen. Nou heeft hij me denk ik wel door. En waar is die gast? Is hij weggeteleporteerd? Doe ik mijn best om daar te komen? Oh, wat erg. Nou ja, ik ga die multismit... Heeft hij pijlen? Nee toch? Wow, er zit iemand... I'm gonna fight this guy en hij is een beetje dood. Oké. Mooi kill, nice. Oké, ik heb een hel en ik heb een golden apple. En ja, er zijn er nog twee over. Het is weer een spannend potje en ik moet even kijken waar die twee zitten. Ik denk dat ik maar even naar het kistjeseiland ga. Ik heb denk ik niet genoeg stuff meer. Maar ik ga het wel proberen, joh. Ik ga gewoon hier zo... Ja, ik zie nog niemand, dus we gaan gewoon even zo bouwen. Heel voorzichtig. Ik heb wel 10 eieren, dus ik zou er in principe iemand af kunnen gooien, maar ja, ik kan hier wat bouwstuff verzamelen, maar ik heb niet echt dingen die ik hier kapot kan maken. Oh, ik zie dat diamond. Dat is best wel nice, maar er zitten geen 2 diamonds, dus heb ik er nog niks aan. Hier zit de bouwstuff in, nice. Oh shit, daar is hij. Oké, als ik hem nog even afschrik en even daar vanaf mieten. Nee, hij heeft me nu wel flink door en ik heb hem niet eens gehit en alles, dus dat is best wel slecht eigenlijk. Ja... Heeft hij nog gooistuf? Nee, hij heeft geen gooistuf als het goed is. Dus laten we hierheen gaan. En laten we in het ding gaan. Ik ben bang. Oké, ik ga hem gewoon vanaf hier killen. Gewoon proberen vanaf hier te killen. Dat zou nice zijn. Kom op! Ja hoor. Ik ga hem gewoon vanaf hier killen. Ja, kom op! Yes! Mooie kill, jongens. En nou is nog maar eentje over, jongens. Kom op. Nou kunnen we het nog winnen ook. Kom op. Oké, heb ik een broek? Ik heb een broek, zeker. Dank u wel. En heb ik een golden apple? Zit die hier toevallig nog in? Nee, jongens, hier zit geen golden apple meer in, dus we zullen het zo moeten doen. Ik weet niet waar die laatste is, maar zit hij nou hier bovenop? Ik denk het niet. Ik kan hier wel even naar boven toe gaan. Dan kan ik tenminste even zien waar die laatste is. Ik heb nu een iron sword, dat is best wel nice. En oké, daar is de laatste. Heb ik gooistuf? Ja, ik heb een paar sneeuwballen, een paar dingen. Dus laten we dit potje maar winnen. Kom op. Yes! Ja, kom op.
Yes! We hebben weer een potje gewonnen, jongens. Echt, dit gaat echt goed, joh. Bedankt voor het kijken in deze aflevering, jongens. Ik heb 2 keer gewonnen, 1 keer flink gefaald. Ik vond het weer een leuke aflevering voor Skywars. En ho! Oeps. Vonden jullie deze aflevering ook leuk? Dan laat een like achter. Dat zou ik super leuk vinden. En abonneer natuurlijk. Dat zou ook super zijn. En dan hoop ik jullie te zien bij een volgende aflevering van Minecraft. Of een andere video. Dus ik zeg jullie allemaal, doei!